Ik ga vloggen vandaag in Rotterdam. Ik ben dus cameraman. Ik wilde vroeger altijd cameraman worden, maar Niels is het echt geworden. Mijn naam is Mark Dekkers, ik werk bij Rijnbrink en de Koninklijke Bibliotheek. En ik neem vandaag mensen mee op de Stadsafari Digitale Inclusie. Die mensen zijn geen bibliothecarissen, maar zijn mensen die samenwerken met de bibliotheken. Wij nemen ze niet mee naar plekken in de stad, maar langs plekken in de bibliotheken. Die gaan over digitale inclusie en hoe bibliotheken daarmee omgaan. Ik ben hier in opdracht van de KB en SPN als projectleider van de deskundigheidsbevordering voor digitale inclusie voor de 15 kopgroep bibliotheken. Halleluja, wat een mond vol. Hey, wat verwacht je van deze dag? Nou, ik hoop dat ik heel veel nieuwe ideeën op ga doen die ik kan gebruiken in de leertrajecten voor de bibliotheekmedewerkers. De directeur van de Bibliotheek Rotterdam, Theo Kemperman. Misschien wel een van de best geklede directeuren die we kennen. Theo zegt vooral dat Rotterdam het goed doet als bibliotheek. Zou ik ook doen als directeur. Ik mag niet zeggen dat zij de Frits Bom is, want zij heeft een wettelijke taak. Je hebt net wat verteld over digitale inclusie voor burgers. Wat betekent dat? Voor mij betekent dat dat alle informatie van de overheid toegankelijk is. Bijvoorbeeld digitaal, maar ook op andere manieren trouwens. Kunnen alle burgers dat? Nee, volgens mij niet. Er zijn heel veel mensen laaggeletterd. Er zijn ook veel mensen die niet de toegang hebben tot internet. Dus ik denk dat bibliotheken hier een belangrijke taak hebben. Naast mij staat Barbara Lison. En jawel, zij komt helemaal uit Duitsland, uit de stadsbibliotheek Bremen. En we hebben net het eerste verhaal gehoord over de bibliotheek Rotterdam. Die vertelde over wat ze allemaal doen rondom de digitale samenleving. Barbara, wat is jou opgevallen als je het vergelijkt met de Duitse bibliotheken? Ik vind het zeer goed wie die organisatie voor die verschillende kursen hier combineert is. Dat man verschillende zielgroepen anspricht, insbesondere natuurlijk die älteren zielgroepen. En na een bijzonder gevaarlijk busritje door Rotterdam zijn wij erbij in de bibliotheek Delfshaven. De bibliotheek Delfshaven. In 10 seconden. Zo, u bent weer bij. We staan hier bij de lees- en schrijfkast. Het gaat hier verschrikkelijk goed. Moet u kijken hoeveel er nog in de kast staat. Wel geteld, nog 1 boek. Mijn naam is Lea Bouwmeester en ik ben kwartiermaker van de Alliantie Digitaal Samenleven. En het mooie is dat in de WIEP heel veel mensen komen met vragen over de digitale samenleving. En als we nou de vraag van mensen centraal stellen en met elkaar kijken hoe kunnen we hen vragen goed beantwoorden, dan kunnen we zorgen dat we allemaal profijt hebben uit de digitale samenleving. En dat is waar we voor gaan. Wij staan hier in de wijk Feyenoord. Wij komen net uit Delfshaven, midden in het Rotterdamse leven. En naast mij staat Ingrid Zonder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En heb je ook hele concrete initiatieven waar Binnenlandse Zaken wat mee kan? Ja, zo zijn we aan het samenwerken met de bibliotheken en verschillende publieke dienstverleners om een informatiepunt digitale overheid te openen. Om gewoon in je dagelijks leven lekker verder te komen met digitalisering. Nou, mooier gaat het niet worden vandaag. En wat is de conclusie? Ik was op stap met een hoop samenwerkspartners van de bibliotheek. Die hebben veel gezien van de bibliotheek en hebben ook geconcludeerd op hoeveel plekken de bibliotheek aanwezig is en welke activiteiten ze allemaal ondernemen om doelgroepen te bereiken. Dat is veel meer dan alleen boeken uitlenen. We hebben taalklassen gezien, digitaal cafés, speciale theaterprogramma's, activiteiten, oudere cafés, breicafés niet te vergeten. Kortom, een volle dag met veel te doen en veel geleerd.